Wat hebben pizza's en planten met elkaar gemeen? Ze hebben allebei een goede bodem nodig. Een goede bodem begint met een goede potgrond. In deze video vertel ik je hier meer over. Misschien denk jij, grond is gewoon grond. Maar dat is te kort door de bocht. Deze tuinaarde kun je bijvoorbeeld niet gebruiken om planten in te zetten. Deze tuinaarde is wel geschikt voor het ophogen van je borden, maar planten groeien er niet goed in. Wat gebruik je dan wel? Planten in potten of in hanging baskets doen het bijvoorbeeld heel goed in een potgrond met goede waterhuishouding, zoals de kokospotgrond. Deze luchtige grond houdt water langer vast, waardoor de plant niet snel uitdroogt. Hij bevat voeding voor ruim 6 maanden. Ook kwekerspotgrond is een goede keus voor planten in potten. Dit is een extra luchtige potgrond en bevat tevens voeding voor 6 maanden. Zo hoef je je zomerbloeiers nagenoeg niet bij te voeden. Je kunt ook altijd voor universele potgrond kiezen. Elke plant groeit hier goed in. Het bevat de juiste voedingsstoffen en is ook lekker luchtig. Ga je nieuwe planten zoals struiken en hagen aanplanten in de volle grond? Dan is tuinplantengrond zeer geschikt. Want deze grond zorgt ervoor dat de wortels zich extra goed kunnen ontwikkelen en de plant zich goed vestigt in de tuin. Zuurminnende planten zoals hortensia's of rhododendrons hebben het liefste tuinturf, omdat deze de grond zuurder maakt waar deze planten juist van houden. En voor moestuinen, moestuinbakken en kweekbakjes zijn er weer speciale soorten grond. Zo heb je moestuingrond of zaai- en stekgrond. Deze potgrond bevat alles om je groenteplantjes te doen stekken en groeien. Zoals je kunt zien is zaai- en stekgrond heel fijn van structuur. Ideaal voor kiemende plantjes en tere stekjes. Potgrond is de basis, bezuinig daar niet op. Zo heb je uiteindelijk veel meer plezier voor je planten. Let er ook op dat je je planten goed verzorgt. Geef ze op tijd water en meststof. En zorg vooral bij planten in potten dat overtollig water goed weg kan. Zorg altijd voor een gat in de bloempot. En vul de pot onderaan met een laag hydrokorrels. Zo loopt het water nog beter weg en voorkom je dat de potgrond het gat gaat verstoppen. Een goede investering dus.